Wat is de eerste zin uit het Oude Testament? In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En daar klopt iets niet aan volgens een onderzoeker, hè? Ja, ik heb het ook gelezen in de krant vanochtend. Mevrouw ten Wolde heeft iets ontdekt, tenminste, dat zegt ze, dat er niet staat dat God schiep, maar dat God scheidde. Uw geloof is gebaseerd op dat boek, hè? Op de Bijbel. Precies. Dus dat is nog als de eerste zin dan niet zou kloppen, dat zou nogal een ding zijn. Dan. Ja, maar kloppen en kloppen is twee. Want een van de eerste dingen die je in menig kerk leert al heel erg lang, dat beginverhaal, om het daar nu even tot te beperken, dat geen geschiedenisverhaal is, geen biologie of natuurkunde, maar dat is een geloofsbelijdenis. Mensen hebben op een gegeven moment opgeschreven hoe zij zichzelf in deze wereld beleven. Ze geloofden in God. Ze geloofden dat er achter onze werkelijkheid een grote kracht schuil ging. Maar als je dan die tekst neemt, want er is nogal een verschil of God iets heeft geschapen of dat hij iets bestaans aanpast. Nee hoor, dat is helemaal geen verschil. En dat weet mevrouw ten Wolde ook heel goed. Ze heeft daar 10, 15 jaar geleden al een boek over geschreven, een studie. God schept door scheiding te maken. Een scheiding betekent scheiding in je haar. Dat er duidelijkheid komt in onze werkelijkheid. God schept uit... Er staat ook niet dat God iets schiep uit het niets. God schiep de aarde en de hemel en alles wat leeft uit de oervloed, staat er. De tohu wabohu. En daarin brengt hij scheiding aan. Daarin brengt hij ordening aan. Dan maakt het wat uit voor het verhaal, of zoals het in de Bijbel staat, of daar dan staat scheppen of scheiden? Nee, in het geheel niks. In het geheel niks. Het staat er ook beide. Ik begrijp ook niet zo goed waarom mevrouw ten Wolde nu ineens zo'n enorm punt maakt van twee Hebreeuwse werkwoorden die allebei daar gebruikt worden, terwijl het in het gebruik van beide woorden in het verhaal zelf er voortdurend op gericht is dat God scheiding maakt. Ruimte schept, leven maakt. Dus u zegt eigenlijk, die mevrouw, die hoogleraar, die vertelt niets nieuws. Maar ja, ze is toch hoogleraar aan een erkende universiteit. Ja. En ze is gespecialiseerd in het Oude Testament. Dus het is niet Jantje van de Hoek die hiermee op... Maar waarom doet zij dat dan? Waarom komt zij dan met dit verhaal op de kop? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, dan moet u haar vragen. U kunt niks bedenken waarom dit... En waarom zit trouwens dan bijvoorbeeld op de voorpagina? Nou ja, het is natuurlijk toch wel leuk om weer een soort hype te hebben. Om iets te hebben waar nu gelovig Nederland, christelijk Nederland, voor een deel weer door in de gordijnen vliegt of in de kerkramen. Een heel groot deel denk ik ook niet. Want voor heel veel mensen is dit ook niet iets nieuws. God als scheider in plaats van als schepper. God schept al scheidend. En het is... Ja, het is eigenlijk, toen ik het las, dacht ik... U probeert beleefd te blijven. Precies. Nee, maar ook, en iedereen mag, het is aardig om iets nieuws gevonden te hebben, maar dit is niet iets nieuws. Dit is wat we allang weten in theologenland. En wat mevrouw ten Wolde zegt, dat daarmee het dogma van de creatio ex nihilo komt te vervallen. Dus de creatio uit niets. Uit niets. Dat is geen Bijbelse term. Dat is uit veel later tijd, als theologen beginnen te duffelen met niet-theologen over godsbewijzen. Die moeten dan zo nodig bewijzen dat God bestaat. En dan gaan ze, als kinderen kunnen opscheppen over hun vader of hun grote broer, dan gaan ze vertellen, oh, maar onze God is zo en onze God is zo machtig en geweldig en diek, een krachtpatser, die kan uit niets iets maken. Is mij nog wel verteld in mijn kindertijd. Papa kan alles. Precies, papa. En dat moest je dan geloven van die God. Dat is een hele, of de enige geweldige God, omdat dat de enige is die kan, wat wij helemaal niet kunnen, uit niets iets maken. Maar daar gaat het niet over in dat Bijbelse boek Genesis. Het gaat over dat God uit onze ontreddering, uit onze chaos, iets maakt.
Dus niet uit niets, ja, niets in de zin van, zoals jij en ik kunnen zeggen, ik vind het niks. Ik vind het niks hier. Nee, het was ook niks. Het was tohu wabohu, het was woest en ledig. Nou, zo kan een mens zich voelen in het leven. God is in Amsterdam nog steeds dezelfde in ieder geval. Absoluut, ja, in Amsterdam al helemaal. En hier in de Westen zeker.